guys, it's me, Nikki. Je kent haar vast wel van YouTube, Nikki Tutorials. Ze heet in het echt Nikki de Jager en staat bekend om haar vrolijke make-up video's. Hey! 2 jaar geleden kwam ze met iets verdrietigs in het nieuws. Er werd een overval bij haar thuis gepleegd. Zij en haar verloofde waren thuis. De daders probeerden sieraden en dure spullen te stelen. Lonneke Stevens is hoogleraar strafrecht en weet daardoor veel van dit soort rechtszaken. Volgens haar is het niet zo gek dat de daders voor jaren de cel in moeten. Die verdachten die zijn veroordeeld niet alleen voor die overval op Nikki Tutorials, maar ook voor andere zaken. En wat je daar ziet is dat ze toch wel met grof geweld het keer zijn gegaan. Dat ze niet voor de eerste keer veroordeeld zijn voor dit soort zaken. De mannen hebben volgens de rechter 3 keer ergens ingebroken en 4 keer een overval gepleegd. Voor de overval op Nikki de Jager en haar vriend krijgen 2 mannen van de groep straf. In de rechtszaak was te horen hoe heftig de overval is geweest. Dat Nikki Tutorials en haar vriend in de tuin echt zijn overvallen door 3 mannen die die tuin binnenkwamen rennen. Die mannen hadden een mes bij zich en een vuurwapen of iets daarop leek. En die hebben dus de bewoners daarmee bedreigd. Nou, de bewoners zijn geslagen, getrapt, vastgebonden. Nou, ze hebben echt doodsangsten uitgestaan. Dus dat zijn omstandigheden die heel belangrijk zijn bij het bepalen van een straf. Nadat het gebeurd was, liet Nikki ook op Instagram weten dat het heel erg was. Een van mijn grootste nachtmerries is waarheid geworden. We zijn overvallen in ons eigen huis. We zijn heel erg geschrokken. De daders moeten jarenlang de cel in omdat er veel geweld is gebruikt bij de overvallen. Als je gewoon dit soort nare dingen doet met mensen, daar krijg je gewoon zware straffen voor. En of je beroemd bent, maakt dan niet zoveel uit. Nikki zelf heeft vandaag niets laten weten over de rechtszaak. Het is dus niet duidelijk wat zij van de straf voor de daders vindt.